We zijn vandaag te gast op Goeroe Experience Center in Oldewoud. Fantastische locatie. En dan ga ik vandaag eigenlijk iets heel simpels uitleggen. Het vissen met de vaste stok. De basics. Die je overal kan gebruiken. Dus echt op iedere commercial. Om te kunnen vissen hebben we uiteraard een aantal spulletjes nodig. Nou, we gaan even shoppen in de winkel. Ga je mee? Voordat we gaan vissen moeten we uiteraard ook een keuze maken van welke pellets we gaan gebruiken. Nou, het leuke hier is dat je eigenlijk kan kiezen uit twee soorten pellets. We hebben onze eigen pellets en we hebben de mainline pellets. Mainline pellets kan je uiteraard gewoon bij je eigen winkelier kopen. We hebben ze hier ook staan. Ik laat je even zien welke ik eigenlijk altijd gebruik. De Coarse Activated pellets, 6 mm, heel simpel, die nemen we mee. En een zakje van de 5 pellets, ook 6 mm. Die pakken we ook mee. Dus qua pellets, qua aas, zitten we voor vandaag echt helemaal goed. Ik vis standaard met voorgeknoopte onderlijnen. Als je ze goed bekijkt, zo mooi als wij ze knopen, kan ik ze zelf niet knopen. Ik pak dan haakje 18, 1300ste. Dan gaan we naar de hoofdlijn. Hoofdlijn gaan we vandaag voor 1700ste van de engage lijnen. Ik heb een paar pijlootjes nodig, want ik wil natuurlijk wel goed uit kunnen peilen. De microcubes. 0,5. Nummer 9 is dat. Daarnaast een schaartje. En een heel handig toeltje, pelletplier, om de pellet uiteraard aan het bandje te krijgen. En het allerbelangrijkste vergeten we bijna, de dobbers. Nou, we hebben een heel assortiment met dobbers hier staan. Ja, en mijn voorkeur gaat eigenlijk altijd uit naar de Bobby. Bobby 0,5 met een carbon onderantenne. Het is een heel mooi stabiel dobbertje, een iets dikkere bovenantenne, waardoor beter zichtbaar. Ja, en heel makkelijk uit te peilen, dat gaan we straks laten zien, net onder het drijflichaam. Dus voor mij is dat de Bobby. Dan is eigenlijk één dingetje vergeten. Heel belangrijk om uiteraard de lijn aan de dobber te bevestigen. De silicone pole floats. Echt heel belangrijk. Dat gaan we ook netjes straks op maat knippen. En voor mij heb ik zo mijn mandje wel vol en we kunnen aan de gang om een tuigje te maken. We hebben net geshopt en ik heb alles even netjes neergelegd. Daarnaast heb ik ook nog even een hakensteker gepakt en een looptijer. Ga ik zo even laten zien dat eigenlijk een heel belangrijk toeltje is. Zeker voor het maken van lijntjes. Een aantal spulletjes hebben we hier klaar liggen. Pelletplier gaan we straks netjes uitpakken. Ik heb het schaartje. Heel belangrijk om alles uiteraard netjes en recht af te kunnen knippen. De hoofdlijn 1700ste, die hebben we straks nodig. De loodjes, het dobbertje en de silicones. Nou, die gaan we als eerste eigenlijk afknippen. Wat belangrijk is, met de rubbertjes voor de dobber, dat je even gaat passen. Even gaat kijken welke je erop gaat gebruiken. Er zitten 3 maatjes in. Ik zet even mijn bril af, want ik word ook een dagje ouder. Dan kan ik het echt beter zien. Kijk. Maar belangrijk is dat ze netjes opschuiven en dat ze er eigenlijk net niet van afglijden, net wel van afglijden. Nou, met carbon weet ik dat we eigenlijk de kleinste moeten hebben in dit geval. Er zit ook een aantal dikker in, maar die zijn voor een glazen onderantenne. Dus we gaan de kleinste gebruiken van de carpack, van de silicone floats. Dus even belangrijk, daarvan de kleinste pakken. Nou, wat we eerst gaan doen, we gaan ze even op maat knippen. Dat betekent voor mij, ik knip 2 kleintjes en 1 langere. Dat ga ik zo laten zien waarom ik dat doe. Pakken de lijn. Die zit netjes gelokt met een stickertje, zodat je altijd keurig netjes weet waar het begin is. Knip dat beginstukje knip ik er altijd eventjes vanaf. Pakken we het dobbertje door het oogje heen. En dan gaat er als eerste een kort stukje op, dus een klein stukje silicone. De tweede ook. En de laatste is de langste, want die komt onderaan. En het is altijd wel heel belangrijk dat je de 3 neemt. Want doe je er 2 op, dan krijg je een soort pijl- en boog-effect. En dan kan je dobber verschuiven, lijn beschadigen. De eerste, dus de hoogste, die schuif je eigenlijk door tot waar de verf begint van de dobber.
niet strak tegen het drijflichaam aan, want dan komt er te veel kracht op de lijn en dan kan het drijflichaam te snel beschadigen. De tweede doen we netjes in het midden. De derde, die steken we onderaan eroverheen en dat is heel belangrijk dat je een heel klein stukje laat uitsteken. Dat is ervoor zodat de lijn niet beschadigt tegen de onderkant van de antenne. En daarom maken we hem ook gewoon iets langer. Nou, dan trekken we een klein stukje door. Dit is een 0,5 dobber. En voor mij, ik probeer het leven altijd zo simpel mogelijk te maken, gebruik ik altijd nummertje 9, want nummertje 9 is een 0,05 loodje. Nou, dat betekent dus bij een 0,5 dobber dat ik daar 10 loodjes voor nodig heb. Ik doe er inderdaad wat meer loodjes op, want ik wil soms als ik kunnen schuiven, ik kan een mooie spreiding aanbieden. Dus 10 loodjes. Daar heb ik ook een handig toeltje voor. Netjes erop knijpen en neem hier gewoon even de tijd voor. Voor mij is dit thuis ook een stukje voorbereiding voor een wedstrijd. Daar ook mee bezig zijn. Hier begint eigenlijk voor mij ook altijd een wedstrijd mee of een dag lekker vissen mee. Dat begint eigenlijk al 's avonds thuis met voorbereiden. Zorg dat je de loodjes goed om of in de lijn drukt en dan dichtknijpt zodat ze mooi gecentreerd om de lijn zitten. Probeer daar iets voor te vinden voor jezelf dat ze niet te hard en niet te zacht. Eigenlijk moet je ze, als je erop schuift, gewoon het gevoel hebben dat je ze met een beetje weerstand kan schuiven. Dan weet je zeker dat ze er goed op zitten. Kijk, en qua beschadiging van de lijn maakt dat niet uit, want we gaan zo de loodjes nog verschuiven. Waarbij je dus het stukje beschadigde lijn afknipt. Dus daar hoef je eigenlijk geen rekening mee te houden. En de laatste. 10. Nou, die zitten er allemaal netjes op. 2, 4, 6, 8, 10. Het zijn 10 loodjes, dus dat betekent precies 0,5. Nou, dan gaan we eens eventjes testen hoe die dobber daar staat. Kijk, perfect. Ja, hij zuigt er altijd, er komt altijd iets water bij, dus dat betekent dat hij iets dieper gaat staan. Maar voor mij is hij zo keurig uitgeloot. Dobber iets naar boven schuiven. En dan de loodjes van het deel afhalen waar je ze opgeknepen hebt. Want ja, de lijn daar die kan beschadigd zijn. We willen natuurlijk niet dat we bij de eerste vis die we aanslaan alles afbreekt. Nou, dan gaan wij de looptijger gebruiken. Lijntje om je vinger. Looptijger. Hapje maken zwaar eromheen. Ik draai hem altijd 2 keer. Pak ik hem terug, trek ik hem aan. En eraf. Kijk. En dan hebben wij hier een prachtig lusje. Knippen we hem netjes af. Heel simpel tuigje wat je eigenlijk overal kan gebruiken. Qua lengte lijn, ik doe uiteraard mijn dobbers altijd om een windetje heen. Ik doe altijd 14 slagen. Hij is 25 centimeter. 14 slagen, 3 meter diepte, kom je overal mee weg. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan zit hij op de helft. 8, 9, 10. 11, 12, 13. Zo, knippen we hem netjes af. Maken we er een lusje in. En klaar. Doe er nooit een onderlijn aan, waarom niet? Kijk, de haak moet je ook bevestigen aan het tuigenplankje. Nou, die haak is scherp, dus het kan altijd zijn dat je lijn beschadigt door de haak. Nou, dat wil ik niet. Een kleine moeite om aan de waterkant even een onderlijntje te pakken, eraan te doen en dan te gaan peilen. Dus nooit een onderlijntje eraan bevestigen. Hey, how are you? Very good, thanks. I hear you have the best peg. Already. Yeah. Always, always. Always. Good day fishing, man. Good luck. Net in de shop geweest, daar hebben we alles aangekocht eigenlijk en de lijnen geknoopt. Nou, eindelijk zitten we aan de waterkant. Wat ik nu ga doen, ik ga het onderlijntje via een lus-en-lus montage ga ik die bevestigen. Ik sta met haakje 18 met een beetbandje en een LWG haak.
en 1300ste. Oogst de hengel waarmee ik ga vissen, want dat is een hengel die hier gewoon te huur is. Dus heb je geen hengel tot je beschikking, maar wil je toch een keer met een hengel met een elastiek vissen, is die gewoon hier op het park te huur. Kijk, heel simpel. Dan doen we het elastiekje er doorheen. Met het haakje. En dan zit hij vast. Voordat we gaan vissen, moeten we natuurlijk eerst uitpeilen. Dat doen we hem door het pijlloodje te monteren. En dan gaan we op zoek naar de plek waar we gaan vissen. Ik vis met een 5,5 meter hengel, dus dat is heel comfortabel. Dan ga ik kijken van, nou, waar kan ik een mooi plekje vinden. Ik denk van, nou, dat wat een mooie diepte heeft, waar ik goed comfortabel kan zitten. En wat nog meest belangrijk eigenlijk is, zoek een mikpunt aan de overkant. Dus dat je continu op dezelfde plek kan vissen. Dan gaan we nu stap 1 doen. En dat is de dobber wat hoger zetten. Dat is eigenlijk een heel secuur werkje, want iedere keer zet je de dobber iets hoger, hè, omdat je wat dieper vist. En dan ga je terug naar het plekje waar je aan het vissen bent, dus op de steiger. Laat het pijllood weer zakken. Kijk, je ziet nog het uitpeilen, dat ik hem echt heb gevonden, zeg maar echt uitgepeild onder het drijflichaam. Dus als je het drijflichaam hebt, dat komt net boven het water uit. Ik heb nog best wel wat lijn boven de dobber zitten en de top. Nou, om snel aan te kunnen slaan moet ik de opslag, zoals dat heet, ga ik even inkorten. Dus ik knip als het ware gewoon af. En dan pak ik meestal een centimeter of 30, 40 boven de dobber. Dan maak ik een nieuwe lus in. En die bevestig ik dan weer in mijn connector. Op deze manier. De overtollige lijn die knip ik af. Dan leg ik netjes weg om straks weg te gooien. Commercial is vooral eigenlijk belangrijk als je lekker wil gaan vissen. Gewoon, hou het gewoon heel simpel. Vandaag ook. 6 mm pelletje van de mainline. De course pellets die we hebben. Nou, gaan we zo'n pelletje monteren. Daar hebben we een heel handig toeltje voor. Je drukt eerst het elastiekje om de twee bekjes heen. Pelletje. Knijpt hem open. Pelletje ertussen. Kijk, zo kan je hem ook echt perfect bevestigen, zonder al te veel moeite. Nou, we hebben net uitgepeild, de pellet in het beetbandje gedaan. Nou, dan gaan we nu vissen. Belangrijk is dat we uiteraard wel de juiste plek pakken. Nou, we hadden uitgepeild naar de steiger toe. Dan laat je hem gewoon heel rustig zakken. Tot aas bijna op de bodem is. En dan wacht je tot alles recht onder je top hangt. En dan laat je heel, heel rustig je dobber zakken. Dan kan je gewoon met handje even een paar pellets bijgooien. Dat was gelijk al een aanbeet. Kijk, en dat is ook leuk als je met 6 mm vist. Dan kan je ook gewoon vorens mee vangen. En een mooie voren ook nog. Het pelletje zit er nog aan, dus die kunnen we gewoon nog een keertje gebruiken. Nou, hetzelfde opnieuw doen. Mikpunt goed pakken, dus recht tegenover, de steiger. Alles netjes laten zakken. En je dobbertje laten zakken. Kunnen we een paar pelletjes erbij voeren. Dit is een wat grotere vis. Probeer heel rustig in dat af te steken. En in ieder geval je topset vast te houden. En dan zeg ik altijd eerst even kennis maken met de vis. Kijken wat er gebeurt. Nou, hij trekt behoorlijk. Ja, dat maakt het ook zo leuk om hier te komen vissen. Ja, je hebt toch gewoon echt een goede sport aan. En dan ga je heel voorzichtig de vis drillen. Dus niet als een gek aan het elastiek trekken. Hengel omhoog. Gewoon nou rustig je toplaag. Dan laat het elastiek eigenlijk het werk doen. Maar vooral, doe het vooral rustig aan. Dat betekent eigenlijk dat hij moe is. Nou, dan gaan we kijken of we hem heel voorzichtig omhoog kunnen krijgen. Maar alles met beleid. Het heeft geen zin om als een gek te gaan trekken. Dan kan je of je lijn breken, of je hengel breken, of wat dan ook.
Hoppa. Kijk, prachtige spiegel. Ja, dit zijn de vissen die we vangen. En dat met een gewoon 6 mm pelletje, tuigje wat we vanmorgen netjes hebben geknoopt, een hengeltje wat je hier gewoon kan huren. Nou ja, ja dit wil je toch iedere dag. Netjes in het water, laat je hem gaan en dan kan hij zo vanzelf weer lekker terugzwemmen naar zijn vriendjes. Ik probeer eigenlijk naar iedere vis die ik heb gevangen, probeer ik gewoon een handje pellets, een pelletje of 10, er netjes bij te gooien. Zodat er weer eigenlijk gewoon wat eten ligt op de bodem, waar ook mijn aas tussen ligt. Dus ook niet te veel, maar hou gewoon naar iedere vis die je vangt of iedere aanbeet die je krijgt, gewoon een paar pelletjes bijgooien. Omdat ik missloeg kwam uiteraard mijn dommerboog. Dus liet ik weer heel rustig zakken tot net boven de bodem. Laatste stukje liet ik weer doorzakken. Nou, dan was ik tot 3 tellen en ja, mijn dobber schoot weer weg. Dus. Dan zie je ook dat het continu voeren gewoon effect heeft. Gewoon rustig aan, niet te hard trekken. Schitterende vissen. Kijken. Gewoon 6 mm pelletje. Geen speciale dingetjes, geen gekke voertjes. Uitpeilen tot net onder het drijflichaam. Kijk eens, wat een prachtig exemplaar. Deze is denk ik echt wel 4 kilo. Nou, heel belangrijk als je die gaat onthaken, dat je daar een onthaakmat voor gebruikt. Mocht er wat met de vis gebeuren, is die in ieder geval veilig en raakt hij niet beschadigd. Want het laatste wat we willen is dat deze exemplaren beschadigd raken. Heb je de vis onthaakt, kan je de vis perfect optillen op deze manier door de mat dubbel te doen. De mat rustig in het water te leggen. En dan kan de vis gewoon uit eigen kracht... kan die gewoon netjes wegzwemmen. Kijk eens. Hoppakee. Perfect. Onbeschadigd. En op naar de volgende vissen die er ook weer van kan genieten. Wat iedereen kan doen aan het eind van de dag, als je de hele dag lekker op 5,5 meter hebt gevist, is onder de kant vissen. Kan gewoon met hetzelfde tuigje. Alleen ja, we moeten natuurlijk wel opnieuw uitpeilen. En onder de kant vissen houdt in. Kijk, ik heb daar een heel mooi bosje. Gaan we gewoon eens even kijken hoe diep het daar is. Nou, je ziet, het is daar behoorlijk ondiep. Dus dat betekent eigenlijk dat we dezelfde handelingen uit moeten voeren als die we recht voor ons uit hebben gevoerd. De dobber naar beneden. Eens even kijken of we zo al op weg zijn. Het was iets te ver. Dus nu moet de dobber weer een klein stukje omhoog. Zo. Wat ik dan nu ga doen is de lijn weer iets inkorten, de opslag. Die gaan we ook daar weer ongeveer een centimeter of 30 maken. Met het lusje. Wat we ook, wat ik eerder heb laten zien. Bevestigen aan de connector. Zo. Pelletje eraan. Ik kreeg wat kleine indicaties en ik lifte hem een keer. Ja, en toen trok hij heel mooi het doppetje onder, dus ik kon het pelletje wat op de grond lag niet weer staan. Ja, kantvissen is vooral zaak van de stek opbouwen. Dus heel de dag een klein beetje voeren, vertrouwen kweken onder de kant. En het laatste uur, daar, soms zie je zelfs de staarten boven water komen. Ja, en dan weet je... dat je in het laatste uur nog heel veel vis kan vangen.
En ook hier weer gewoon heel rustig. Neem de tijd. Dril de vis goed af. Hard trekken heeft geen zin. Het is ook vaak zo, onder de kant vang je vaak toch de grotere vissen. En ik heb hem al gezien. En dit is ook weer een hele mooie grote. Hoppakee. Nou, ik hoop dat ik jullie allemaal enthousiast kunnen maken vandaag. Door middel van een hele simpele hengel, simpele dingen, dat je toch hele grote vissen kan vangen. Doe er je voordeel mee. Ga naar je hengelsportzaak, laat je goed informeren. Ja, en ga zelf ook op jacht naar deze prachtige vissen. En wellicht zie ik je binnenkort naast mij ook op een steiger zitten.